Ik ga heel lang niet. Maar je hebt ook behoorlijk wat modder op je gezicht. Hoe is dat zo gekomen? Ik heb in de modder gespeeld. En hoe leuk is dat? Heel leuk. Wil je ook een keertje glijden? Ik doe niet veel hard. Ga maar lekker zitten. Spelen in de modder. Dat was wat tientallen kinderen van de Kids First COP-groep vanmiddag deden bij natuurmonumenten op Kardinge. Sinds vorig jaar is er op het terrein een gebied speelnatuur aangelegd met waterspeelplaatsen, heuveltoppen en klim- en klauterstammen. Onder begeleiding van boswachter Reiner Hartog maakten de kinderen vanmiddag kennis met de natuur en de modder. Als natuurmonumenten ambiëren wij in zo groen mogelijk Nederland. En daar hebben we een hele hoop hulp bij nodig van allemaal mensen, maar ook van kinderen. En die kinderen die groeien op en die oriënteren zich op hun wereld in wat belangrijk is. En als zij ook van die buitenervaringen hebben, en daar moet je ze ook echt in faciliteren, dan wordt natuur ook voor hun heel belangrijk. De middag begon met een korte uitleg van boswachter Reiner, waarbij die uitleg eigenlijk in een paar woorden is samen te vatten. Dat je heel vies mag worden. Toen gingen jullie het terrein op en als eerste mochten jullie geloof ik water pompen, hè? Ja. Wat was dat voor? Om meer modder te maken. Ik ben op dit moment water aan het pompen in onze waterbeek. Dat loopt via die stammen naar een uitgegraven beek. En aan het einde van die beek spelen de kinderen op dit moment in de modder. En ze doen erg hun best. De opdracht is om zo vies mogelijk te worden. Maar het is heel koud en ik kan er ook heel leuk in spelen. Eigenlijk was het beter geweest dat het vandaag mooi zonnig weer was geweest, toch? Nee. Dit is gewoon goed zo. Ja. Je staat nu op een grote steen. Je benen zijn ook al flink smerig geworden. Vinden je vader en moeder dit wel goed? Ja, denk ik wel. Inge Huisman is een van de begeleidsters vanuit Kids First. Ook zij liet zich niet onbetuigd. Lekker buiten spelen is gezond voor kinderen. Lekker een beetje frisse neus. Zon op de huid, heerlijk. Alleen maar goed voor ze. Lekker kliederen met water en modder. Heerlijk. Ja, want kinderen spelen eigenlijk te weinig buiten? Ja, vind ik wel. Ik vind wel dat kinderen meer kunnen buiten spelen. We gaan gauw naar binnen als het regent of iets, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig, zoals jullie zien. Hop! Hop! Moet daar nog meer modder? Druk aan het spelen in de modder, hoe leuk is dit? Heel leuk. Wat is er zo leuk aan? Lekker vies worden en van de modderglijbaan afglijden. Ja, van de modderglijbaan afglijden, heb jij dat ook al gedaan? Nee, nog niet. Zodat hij naar me komt. Ja, maar dat ben je nog wel van plan? Nee, totaal niet. Ja, want zo in de modder spelen, vind je dat wel leuk? Soms niet. Soms wel. Het is zeg maar een soort van vermoeden, je moest hier naartoe. De vorige keer zat ik echt helemaal onder. En toen dacht je van, dat gaat me niet weer gebeuren? Dat gaat echt niet weer gebeuren. Heb jij ook water voor de glijbaan? We gaan samen erop gooien. Straks gaan ze weer terug naar de kinderopvang. Ik heb nu al een beetje medelijden met jullie. Nou, we hebben gelukkig schone kleren meegenomen. Anders mogen we niet meer in de bus. Ja, dus straks lekker omkleden en dan komt het helemaal goed. En als je dan eenmaal nat en koud bent, dan is het heerlijk opwarmen bij een knapperend houtvuur. Wil je meer modder? Op 28 juni vindt de jaarlijkse landelijke modderdag plaats. Blijf goed voor de planten.